Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Gedero TV. In deze aflevering laten we je drie houten blokhutten zien die perfect te gebruiken zijn als tiny house, mantelzorgwoning of gastenverblijf. Nou, laat ik beginnen bij blokhut Olly. Dat is een ruime blokhut van 7,30 meter breed en bijna 5 meter diep. En of je nou op zoek bent naar een knus tiny house of een slaapplek voor familie of vrienden, deze blokhut biedt alles wat je daarvoor nodig hebt. Blokhut Olly heeft stevige wanden van maar liefst 70 mm dik, wat zorgt voor een uitstekende isolatie het hele jaar door. En met dubbele deuren en grote ramen komt er veel natuurlijk licht naar binnen. Met bijna 36 vierkante meter aan vloeroppervlak verdeeld over drie ruimtes, biedt deze blokhut genoeg ruimte voor een comfortabele woonkamer met keuken, een slaapkamer en zelfs een badkamer. De volgende blokhut die we gaan bekijken is Edelweiss. Deze heeft een afmeting van 6 bij 5 meter en is maar liefst 3,71 meter hoog. Edelweiss heeft een extra ruimte ten opzichte van de vorige blokhut in de vorm van een zoldertje wat als slaapplek zou kunnen dienen. En hierdoor is deze blokhut uitermate geschikt als gastenverblijf. De blokhut heeft een traditionele uitstraling en met zijn 70 mm dikke wanden is hij uitstekend geïsoleerd. Ook beschikt Edelweiss over een mooi afdakje van een meter en dat is perfect om een overdekte zitruimte buiten te creëren. Heerlijk plekje om je dag te beginnen met een lekker kopje koffie of thee. Binnenin heb je 28 vierkante meter om mee te werken, wat genoeg ruimte biedt voor een knusse woonkamer, een keuken en een kleine badkamer. En de zolder die toegankelijk is vanuit de woonkamer is, zoals gezegd, ideaal voor een comfortabele slaapkamer of een opslagruimte. De grote ramen aan de voor- en zijkant zorgen ervoor dat er veel natuurlijk licht binnenkomt. Met zijn robuuste constructie en zijn tijdloze ontwerp is Edelweiss dus de perfecte keuze voor wie op zoek is naar een veelzijdige ruimte die het hele jaar door gebruikt kan worden. En dan als laatste blokhut Ava. Deze blokhut is ideaal voor wie een modern en strak design wil. Met twee ruime vertrekken en een kleine bergingsruimte is dit niet zomaar een tuinhuis. Je kunt het beter een prefab houten huis noemen. Blokhut Ava is namelijk 8,44 meter breed en bijna 3,5 meter diep en heeft meerdere ruimtes. En net als de vorige twee blokhutten heeft ook blokhut Ava wanden van 70 mm dik. Deze blokhut biedt bijna 25 vierkante meter om te benutten, wat het een uitstekende keuze maakt voor een comfortabel tiny house of een modern gastverblijf. De smalle, langgerekte vorm biedt verschillende ruimtes voor wonen, eten en slapen. En dit waren ze dan, de drie fantastische houten blokhutten die perfect zijn voor iedereen die op zoek is naar wat extra leefruimte. Elke blokhut heeft zijn eigen charme en unieke eigenschappen, dus je zult zeker een model vinden dat aansluit op jouw wensen. Op onze website gedero.nl vind je meer informatie over deze drie blokhutten, maar ook nog een hele collectie andere blokhutten, van groot tot klein, dus voor ieder wat wils. Neem dus vooral eens een kijkje. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering en tot de volgende keer.